Mijke van Wijk met Mijkersmiddag Live. Welkom op Radio 6. NTR Radio 6. Soul and Jazz. Wij trapten de maand november af bij Mijkersmiddag Live vanuit het MC Theater in Amsterdam met een geweldig muzikaal programma. Deze dame was hier afgelopen januari ook. Ze wordt vergeleken met generatiegenoten als Karel Emerald, Amy Winehouse. Nou ja, zij is nog veel diverser. Ze komt uit Oostenrijk, Marina Zettel. When the lights go out, we fade to gray. When the lights go out, we fade to gray. When the lights go out, we fade to gray. When the lights go out, go talk to your own monsters. Go dance with your own beasts. Go face them, your demons. Go. Pianist Michiel Braam die zit nooit lang stil. Big Band Braam is geëindigd, maar hij heeft alweer een nieuwe Big Band, de Flex Band Braam. Het allereerste project met deze nieuwe bezetting. Helemaal geïnspireerd op Lucebert. Ik verander iedere volgende versie van Flex met Braam de bezetting zodanig. En dat noem ik de zuurdecem-methode. Dus ik laat een deel van het orkest laat ik intact. En een deel van het orkest, daar komen dan weer nieuwe mensen bij. En van dat kneedsel maak je dan weer een nieuw orkest. En dat gaat iedere paar jaar veranderen we dat. Dat was geloof ik 1976 dat deze man voor het eerst in Nederland kwam. Ondertussen is het bijna 40 jaar later. Hij heeft meer dan 150 platen gemaakt onder eigen naam. En hij is hier weer met een nieuwe bezetting, de Infinity Quartet. De geweldige Amerikaanse tenorsaxofonist David Murray. You're not on TV, you're not doing nothing, you're not on the radio, you know, hey, we have to be commercial up in here. What are you talking about? Creative is great, good. I've been creative all my life, but I can stack up my quarters with that. So, anyway, you know, but I like to be creative, and I think we have a creative quartet here. You know, but you know, we have to figure out a way to be creative and commercial at the same time. Because we have to have people at our concerts. Half of my audience have died, for God's sake. Well, but there's new people coming instead of them. Yeah, well, that's why I need, like, young people. I need some rappers, and I need Macy. I need some other people to, like, infuse new things with what I'm doing. You know, I, you know, you can't play the dead people, you know.